De Nationale Partij Suriname, de NPS, is op 15 februari 2023 uit de coalitie getreden. Ministers Silvano Tjonahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu en Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, die namens de NPS in de regering zaten, hebben daarna hun medewerking verleend voor een gedegen overdracht. Minister Steven McAndrew zal belast worden met de waarneming op ROM en minister Krishna Kumari Mathura wordt belast met de waarneming op onderwijs. De uitredende ministers hebben reeds hun brief voor eervolle uitreding ontvangen, waarin wordt aangegeven dat ze tot en met 17 maart 2023 het ambt van minister bekleden. Wereldconsumentenrechtendag is een jaarlijks evenement dat op 15 maart wordt gevierd om het bewustzijn over consumentenrechten te vergroten. Het thema van dit jaar is Empowering Consumers Through Clean Energy Transitions. Dat betekent consumenten stimuleren om zoveel als mogelijk gebruik te maken van schone energie. Aan de hand van het thema adviseert de afdeling Consumentenzaken van het ministerie van Economische Zaken de consumenten om hun energieverbruik te verminderen. Het is goed voor het milieu en de portemonnee. Stichting Creative Kids Suriname heeft gisteren tijdens een bespreking met president Santokki het leerprogramma Denki Fossidu voorgesteld. Stichtingsvoorzitter Latoya Baar heeft onderbouwd dat het programma een bijdrage kan leveren aan het voorkomen van gewelddadige handelingen onder jongeren. De organisatie die zich richt op de creatieve vorming van het kind is bereid om met de regering samen te werken aan de opvoeding en of scholing van kinderen.